heel de koelkast was bij hun leeg, weet ik zeker. Breda Nu. Je weet het meteen. Op dinsdag 14 mei kwamen de helden van Hersenletsel aan Tour terug van hun zesdaagse fietstocht. Wij namen een kijkje en vroegen de deelnemers hoe de tocht was bevallen. De Tour. 4 jaar geleden toen hebben ze voor het eerst dus deze Tour weer gereden. Ze hebben hem 1 keer eerder gereden in 2011. En 4 jaar geleden had ik net een half jaar tot een jaar geleden mijn infarct gehad. En ik was weer aan het kijken wat er mogelijk was voor mij. En toen heb ik mij daarvoor opgegeven. En nu zijn jullie net teruggekomen. Hoe is het gegaan deze editie? Perfect. We hebben gewoon echt alle dagen goed weer gehad. We hebben een paar druppeltjes regen gehad. We hebben geen pech. Ja, 2 of 3 lekke bandjes en ook geen ongelukjes gehad. En ja, alleen maar goed fietsweer en een perfecte groep. Het was gewoon vanaf het begin af aan was het gewoon één. Net een op elkaar ingespeeld geheel. Ja. Bij alle revalidatiecentrums waar wij mochten overnachten, werd uitgebreid eten aangeboden. En 's morgens als we gingen, kregen we echt alles mee wat ze over hadden, denk ik. Heel de koelkast was bij hun leeg, weet ik zeker. En wanneer heeft u besloten om mee te doen aan deze tour? Eigenlijk is dat geleden, eigenlijk maar net het begin van dit jaar. Omdat ik een lotgenote bij mij in de dorp heb wonen in Oosterwijk. En die man die heeft al voor de 5e maal meegefietst. En hij zegt tegen mij, jij moet volgende keer meegaan. Ik zeg, ik vind fietsen wel leuk, maar dat doe ik lekker bij ons in Oosterwijk door de bossen. Lekker rustig aan. Ja, zeg je, maar dit is veel leuker. Ja, dat komt dat je met zo'n groep bent. En je hebt allemaal eenzelfde letsel. Je kunt niet goed uit je woorden komen, je bent eerder vermoeid. Maar we worden gewoon allemaal behandeld als gelijk. En ga je nu vandaag een beetje een feestje vieren? Ik weet niet of dat een feest zal worden. Ik denk vooral rust. Ja, uitrusten. Toch wel, ja zeker. En naast u staat een fiets. Kunt u daar wat over uitleggen? Ja, een van de dingen waarvoor wij fietsen is mensen weer proberen met een beperking, zeker met niet aangeboren hersenletsel, weer te laten bewegen en te laten sporten. En wij fietsen dus ook voor hulpmiddelen. Wij hebben daar zelf wel een aantal duofietsen voor aangeschaft. En sinds 2 jaar hebben wij een loopfiets, dat is de A-linker. En die doneren wij aan de revalidatiecentra en de instellingen waar wij mogen overnachten. En deze gaan wij dadelijk bij Revant gaan we die schenken. Breda Nu. Je weet het meteen.